pas inschakelen. Dit is de spetterende Lego City Top 73. Oh, en het weer vandaag wordt warm. Warm en warm! We zijn Lego City. Het is 2 jaar geleden dat ik werd weggestuurd. Maar dat heeft een betere agent van me gemaakt. Sneller en veel slimmer. Arr, wat brengt je weer naar Lego City, Chase McCain? Een oude bekende. Een belofte om na te komen. Een erequest. Ik bedoelde eigenlijk zakenreis of vakantie. Ik moet dit formulier invullen. Misschien geen van beiden, misschien allebei. Ja, ik moet echt een vakje aankruisen. Wow! Is niet erg. Een likje verf en klaar. Dit duurt eeuwig! En als een ervaren zeebonk stuur ik haar zachtjes daar af. En wat brengt jou naar Lego City, jonge dame? Deze boot? Bah, rotte vissen! Burgemeester Gleason. Bedankt dat je bent teruggekomen, Chase. Het was vast niet makkelijk. Nee, ik moest een nieuw paspoort aanvragen. Ik bedoelde de nare omstandigheden van je vertrek. Maar goed, ter zake. Rex Fury is ontsnapt en zit ergens in Lego City. Wat? Is Natalia veilig? Geen zorgen. Ze heeft nog steeds getuigenbescherming. Ik moet haar spreken. Ik geef je haar nummer. Maar als je haar echt wilt beschermen, spoor Rex Fury dan op en arresteer hem. Opnieuw. Chase, deze stad gaat gebukt onder een misdaadgolf. Echt? Ja, kijk dan. Hey! Ik weet zeker dat Rex Fury hierachter zit. Jij bent de enige die hem kan tegenhouden, Chase. Ga naar het politiebureau en stop Rex Fury.
dat toch eens op! Hulp nodig met die donuts? Nee hoor, het lukt wel. Ik ben trouwens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Geweldig! Jij bent de held die de stad heeft verlost van Rex Fury! Ik heb mijn steentje bijgedragen. Hulpcommissaris Dambi heeft de arrestatie verricht. En ik ben geen held. Ik ben gewoon een agent. Net als jij, Honey. Wow! Oké, misschien niet net als jij. Zeg, zou je me misschien het bureau willen laten zien? Met alle genoegen. Ik zie je zo wel. Oké. Natalia? Chase? Ja, ik ben het. Hoe gaat het? Klaar! Waar ben je mee bezig? Je kunt me niet zomaar opbellen. Ik heb getuigenbescherming. Getuigenbescherming! Ik maakte me zorgen. Rex is ontsnapt. Ik was bang dat hij achter jou aan zat. Dat weet ik, maar ik ben veilig. De commissaris heeft het mezelf verteld. Rex is gevlucht. Wat? De burgemeester zei net dat hij nog hier is. Wat? Zal ik... Ja. Ik wil alleen maar dat je veilig bent. Het is dankzij jou dat ik in deze situatie zit. Waar ben je? Dat zeg ik je niet. Wil Natalia Smit zich melden bij de receptie van Mercy Heart? Het Mercy Heart ziekenhuis. Nee. Ja. Maar kom me hier niet opzoeken. Want als Rex het op mij voorzien heeft, ben ik hier niet van plan te blijven. Rex. Weet jij zeker dat het veilig is, Frank? Tuurlijk is het! Auw! Hoi, dit is onze centrale computer. Meestal komt er geen rook uit. Hij is vanmorgen gehackt. Toen was er een groot alarm en zijn alle liften geblokkeerd. Maar hij is pas ontploft toen Frank hem probeerde te repareren. Met een hamer. Centrale computer operationeel. Veiligheidsblokkade opgeheven. Liftsystemen geactiveerd. Hé, hey, niet slecht. Eens kijken of ik erachter kan komen wie de computer heeft gehackt. Oeh, als je het even niet meer weet, vraag het dan gerust aan mij. Ik weet alles van computers. Computers. Ja, computers. Kom, naar de kelder. Burgemeester, ik breng de mannen op de hoogte van Rex' ontsnapping, maar ik denk dat hij al lang voetzie is. Bemoeizuchtige openul, alsof ik hulp nodig heb van een expert van buiten de stad. Chase McCain? Dunby, ben jij de nieuwe commissaris? Goed dan. Ik vind het niks om jou een baan te geven, McCain. Maar het betekent wel dat je mijn bevelen moet opvolgen. Allereerst, ga naar de kelder en trek een uniform aan! Zijn jullie oude vrienden? Honey, liggen die onmisbare voorraad al op mijn bureau? Ja, baas! Ik ben in mijn kantoor. Over 10 minuten geef ik een briefing over de zaak Rex Fury. Ook al zit die ongetwijfeld een lange breedte ver weg is dan. En ik wil niet gestoord worden! Ja, hij heeft echt een goede bui vandaag. Kom, dan halen we je uniform. Dit
Dit is de kelder. Zal ik je rondleiden? Dit is Victor's voertuigenbaan. Als je nieuw bent, krijg je maar één soort auto. Als je goed presteert, krijg je steeds meer keuze. Oh ja? Hoeveel mag jij er al gebruiken, Frink? Laten we maar verder gaan. Deze lift is buiten gebruik. Volgens Victor is dat omdat er daarboven een monster woont. Een monster. Ja. Ik wil niet opgegeten worden. Tuurlijk, Frank. Wat zit er achter deze deur? Oh, daar gaan we straks nog wel even langs. Het is heel bijzonder. Laten we een uniform voor je zoeken. Er is vanochtend een lading spullen bezorgd, dus er is er vast wel één te vinden. Toen ik begon, moest ik een tweede handje van een andere agent dragen. Dat jurkje stond me erg goed. Kijk eens in die dozen. Waarom moet je tegenwoordig alle meubels zelf in elkaar zetten? Zal ik je die bijzondere plaats nog laten zien? Het is de requisitiebalie. Oh, hopelijk is Ellie er. Vroeger. Jullie zouden mij allemaal 200% inzet moeten geven. Yeah. En wiskundeles. Meneer Kraaikamp schreeuwde wel altijd tegen me. Maar commissaris Dunby noemde me een speknek. Oh. Ik doe dit al 3 maanden en ik heb nog steeds geen spierballen. Hoe komt dat? Ben je daar? Ben jij dat, Frank, honey? Eén momentje. Dit is de requisitiebalie. Hier wordt al het bewijs bewaard. Het meisje achter de balie heet... Ellie Phillips. Hi, jongens. Oh, hoi. Ik wist niet dat je er was. Je hebt me net nog gesproken. Hallo, ik ben Chase. Ja, je hebt me over hem verteld, toch? Chase McCain! Aangenaam kennis te maken, Chase McCain. Mijn oom Duke heeft me alles verteld over jou en die Rex Fury-zaak van een paar jaar terug. Oh ja? Maak je niet druk. Er zijn ook mensen op het bureau die weten dat jij al het werk hebt gedaan. Oh. Chase, dit is een zakcomputer. Hij kan alles wat je oude telefoon kon en meer. Je kunt hem er ook mee op de hoogte houden van wat jij aan het doen bent. Voor je hem kunt gebruiken, moet je verbinding maken met de centrale computer in de hal. Denk jij dat je Chase daarmee zou kunnen helpen, honey? Hij is braaf. Ik bel je wel zodra alles geregeld is, Chase. Kom op, ik hou de lift voor je vast. Hierheen, Chase! Je bent er! Kom op,
zakcomputer verbonden, bezig met updaten. 1% voltooid. Oh, laadbalkjes. Hey, Frank. Iemand moet de baas even wakker maken. Ik werk te hard. Nou, ik maak hem niet wakker hoor. Ik wil niet weer ontslagen worden. Ik had toch nog eens zin in die briefing over Rex Fury. Heb je de sleutel van zijn kantoor nog? Die heb ik toch in mijn hand? Niet soms. Nee. Oh, dan ben ik hem verloren. 100% voltooid. Ik help je wel zoeken. Hoe eerder de commissaris wakker wordt, hoe eerder ik echt politiewerk kan gaan doen. Jay, bedankt! Hey, Chase! Je zakcomputer doet het! Ja, maar nu moet ik Frank helpen zoeken naar een verloren sleutel. Geen probleem. Ik heb de software op je zakcomputer geüpdate en de scanfunctie geactiveerd. Daarmee kun je dingen op het scherm zien die je normaal niet kunt zien. Zoals spoken! Ik heb je al uitgelegd dat je spiegelbeeld was, Frank. Bedankt, Ellie. Ik zal nooit vergeten wat voor rare ogen dat spook had. Als je donuts zoekt, die liggen in het kamp. Jij de baas wakker maken? Oké, dan heb ik daarna nog wel een wespennest voor je waar je met een stok op kunt slaan. Mag ik dat doen? Ik heb het al eens gedaan. Ik dacht dat het een piñata was. Hé, je hebt de sleutel gevonden. Jij mag commissaris Dumby wakker maken. Ik heb nog belangrijk werk te doen. Woehoe, computerspelletjes! Als je donuts zoekt... Kom op, het is tijd voor de briefing. Wakker worden! Ik wil niet. Wie is daar? Ik deed alleen even mijn schoonheidsslaapje. Oh, ben jij het weer? Naar de briefingruimte! Onmiddellijk! Zitten en wafels dicht, mensen! Hey, Harry! Hoeveel koffie heb jij al gehad? Ja, ik weet wat jij denkt. Waren het er 6 of 5? Nou... Oké, jij krijgt niet meer. Goed, ik begin maar bij het begin. Volgens de burgemeester moeten we op zoek naar deze vent. Rex Fury. Wat een ruis! Rex is 3 maanden geleden ontsnapt uit de Albatross-gevangenis. En we weten nog steeds niet hoe, maar dat is ook niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat jullie weten dat... Dus schrijf dat goed op. Goed. Rex Fury is al sinds zijn 6e op het slechte pad. Hemeltje. Toen ik zo oud was, zat ik nog op de peuterschool. Basisschool, mijn beste. De doorbraak in de zaak kwam toen er een geheime getuige naar voren trad. Althans, ze was geheim tot iemand per ongeluk haar identiteit prijs gaf. Dankzij Natalia's verklaring konden we Rex arresteren. Hij probeerde nog te ontsnappen, maar kwam niet ver op zijn bespottelijke grasmaaier. Zet die grasmaaier aan de kant! Zijn tweede fout was het onderschatten van de man die hem uiteindelijk zou arresteren. Ik! Als Rex achter deze misdaadgolf zit, moet hij zo snel mogelijk weer achter de tralies. Dus, om degene die erachter zit te kunnen pakken, heb ik camera's laten installeren op 3 belangrijke locaties. Het museum, het landhuis van Forrest Blackwell en uiteraard de banken. Krijg nou met einde briefing! Iedereen nu naar de bank! Oh, er is nog één ding, chef.